Tonight I'm going to play the vulnerable tourist. What? What are you doing to me? I'm getting frisked for... What have I done? That's a new one. A fake cop. What can you pull off the fake policeman scam? 25,000 a week. What's the most you got in one hit? In one hit? Maybe 10,000. Very often they know each other. They also have contact with those people on the taxi bikes. And these are also Romanians. They receive very often the goods. So there is a kind of contact. Scam City. Daar heb jij een beetje aan meegewerkt met een interview op de boot. Dat klopt. Je hebt de uitzending gezien. Wat viel jou op? Ja, ik heb zaken gezien van Scam City die niet passen in het beeld wat ik ken van de boeven in Amsterdam. En dat viel mij in eerste instantie wel op. Maar bij nadere beschouwing was toch wel heel duidelijk dat het toch wel in scène was gezet. De Connor, dat is zeg maar de hoofdpersoon bij Scam City, die noemde Amsterdam de meest duistere plaats die hij kende. Maar het is allemaal door hun in scène gezet en dan klopt het helemaal niet. En dan vind ik het heel jammer eigenlijk dat ik daar aan meegewerkt heb. Het is toch wel teleurgesteld ook? Ik ben erg teleurgesteld. Ik voel me ook erg in de zeik genomen, ja. Police are crawling all over this station. Surely pickpockets wouldn't take the chance. U kwam vandaag met nieuws over Scam City. Wat is er nou precies met Scam City aan de hand? Nou, daar ga ik nu nog niet te veel over zeggen, want dat doen we volgende week in een persconferentie. Waar ik u ook hoop te ontmoeten. De politie is, die heeft, laten we zo zeggen, vrij grondig zitten kijken naar de documentaire van National Geographic. En uitgevonden dat niet alles wat daar getoond is, ook authentiek is. Dat is wat ik erover gezegd heb en wat we handen en voeten zullen geven volgende week. Dus over twee weken? Volgende week ergens. Volgende week persconferentie. Ik dacht woensdag. Oké. Inmiddels is wel de uitzending al van de site en de herhalingen mogen niet meer uitgezonden worden. Hè? Dat heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er ook wat recht te zetten valt. Maar daar gaan we dan iets over zeggen. Oké, dan wachten we een week in spanning af. Ik zal er graag met u over doorpraten volgende week. I used to come here a lot when I was younger, and I can honestly say, in all my travels, it's one of the darkest places I've visited. So it's nice to be back.